Hey guys, happy Wednesday. Het is woensdag vandaag. En ik heb gedaan mijn nachten, dus yay! Dat is de eerste keer dat ik woensdag gedaan heb. Meestal is het donderdag pas gedaan, dus. Oeh, we hebben gedaan met werken. En we zijn tot de zondag vrij, dus hoehoe. Zondag moet ik opnieuw beginnen, maar. In ieder geval zijn een paar dagen vrij, maar ik ga eerst de stofzuigen en mijn lieving dweilen, want het is 15 graden binnen en het is super koud. Nee, ik ga ook een broodje in de oven steken, want ik ga eten. Ik ga stofzuigen. Mijn broodje opeten, dweilen. Ik ga enkel dat stukje de living in de keuken doen. Dweilen, als ik dat gedaan heb. Eens kijken. Dat moet wel iets goed stofzuigen. Dweilen, dat gaat deugden, pijs ik. En dat gaat mij motiveren om, als ik opsta, om vanavond mijn badkamer en mijn slaapkamer te doen. Oh mijn god. Horen jullie dat ook? Wat is dat? Shit, hè. Is dat mijn chauffage? Er is hier toch geen muis binnengekomen of zo. Hè. Oh my god, ik ga goed stofzuigen en goed dweilen. Oh my god, ik was zo benauwd dat er gisteren een muis is binnengekomen toen ik aan het uitlaten. Ah, gisteren. Een paar dagen geleden heb ik boodschap gedaan en alles uitgelaten. En, oh. Het zal moeten lukken dat die niet gekomen zijn naar binnen. Hè. Shit, hè. Je kunt je dat voorstellen, een keer een muis in je living. Ik mag niet aan denken. Ah ja, doe me er ook aan denken dat ik dat vergif moet gaan halen bij de apotheek voor die muizen. Want dit kan ik echt niet aan. Mijn broodje in de oven steken. Maar weet het is 8 uur. Normaal ben ik om 15:15 of zo thuis. Ontbijt voor vandaag, guys. Eitjes en een broodje. En ik ga gewoon een tasje thee maken. Dat denk ik, guys. Gedweild. Ik weet niet of je het kunt zien, maar... Hey, Ben. Oei. Maar dat is licht hier. Ik ben in ieder geval tevreden over mijn eigen. Het is nu 9:30. Ik ga mijn douchen en ga slapen. Licht uit. Deur dicht. Oeh. Het valt eigenlijk nog mee. Ik dacht dat later ging zijn, dus... 9:30, 10 uur kan ik gaan slapen. Yes! Hey guys, ik ben al wakker en het is 4:00. Oh. Het is een rough day. Oh, het is echt een zware werkdag geweest. En... Ja. Ik ga opstaan, denk ik. En ik denk dat ik gewoon direct een video ga opnemen, want anders zal ik het niet meer doen. Dus ja. Dat ga ik doen. Ik heb 3 video's gepland. Of 3 video's in mijn hoofd, zal ik zeggen. Niet echt gepland, maar ik heb 3 video's dat ik wil opnemen. Dus ik denk dat ik gewoon ga opstaan, make-up ga opdoen, die 3 video's niet eens opnemen. Ik ben eigenlijk een beetje op de beur dat ik toch vandaag iets gedaan heb, want oh, ik ben zo depressief. Ik ben niet depressief, maar echt. Ja. Het komt beter, zoals ze zeggen. Dus dat ga ik doen. Opstaan, make-up opdoen, die video's opnemen. Al een video online zetten voor vandaag, want vandaag heb ik nog geen video. Heb ik al gezegd Happy Wednesday? Ik denk wel, Happy Wednesday, guys. Tot later. Guys, ik ga even buiten kijken, want het heeft niet geregend blijkbaar. Oeh, het is fris. Oh, oh, oh. Oh,
Oh. Eens kijken of mijn verwarming aan staat dat het niet verslagen is. Oeh, het is lekker warm. Oh, en mijn vloer is zo proper. Yay. Oh. Ik ga even mijn gordijn naar beneden. Het is nog redelijk licht. Dus, oh, misschien moet ik mij wel haasten om mijn video te maken. Nu het min of meer nog deftig weer is. Oké, ik ga me gewoon klaarmaken. Mijn gsm met de oplader steken, want mijn batterij is plat. Oh, by the way. Ik ga eens iets drinken. Ik heb mijn liefde teruggevonden. Oh, dit is echt zo lekker. Oh. Waar is de zomer toch naartoe? Oké, guys. Make-up done. Nu ga ik gaan opnemen. Voor het licht helemaal weg is. Oh, het wordt weer al donker. Oeh. Oh, dat is oké. Oeh, hier is het lekker warm, maar van boven niet. Ik kan gewoon mijn gsm in de oplader steken. Zo, dus laten we deze video opnemen. Kun je mijn make-up leuk vinden? Laat me weten onderaan de video. Ik weet niet of het goed kunt zien. Ja, dat is beter, denk ik. How are you doing, guys? How are you doing? Hi. Guys, gedaan met een video op te nemen. Ik kan gewoon nog een wasje draaien. Ugh. Want ik heb nog redelijk wat wasjes te draaien. Heerlijk wat wasjes. Dus ik ga dat gewoon doen. En ik ga kijken wat ik ga eten. Want we moeten ook nog eten. Ik denk dat nu rond 5 uur is of zo. Dus laten we dat doen. Guys, ik ga slapen. Het is denk ik bijna 9 uur of zo. Maar ik ga al afscheid van jullie nemen. Vergeet niet te delen, te abonneren en een duimpje omhoog te doen. En ik zie jullie in de volgende video. Doei! Goedemorgen guys. Happy Friday. Het is momenteel 60 graden en het is 9 uur of zoiets. Ja, het ging rond. Het was 9:15 of zoiets. Dus ik ben aangekleed en het is een beetje te koud hier om gewoon in de zitten te zitten. Dus ik ga een broodje in de oven steken. Ik denk dat ik zelfs mijn slaapkamer ga stofzuigen en dweilen. Ik ben ook al vanavond om te kijken wat mijn badkamer nou doet. Dus dat ga ik doen, denk ik. Totdat het hier een beetje warm is. Ik moet een paar rekeningen nog betalen. En opruimen. Zo, a few things to do. Ja, ik ga dat doen. Ik moet in beweging blijven, want het is iets te koud om stil te blijven staan. Dus dat ga ik doen. Oh, ik blink zo neig. Ik heb die dikke dagcrème gebruikt omdat het zo droog is. Meld die verwarmingen en zo. Droogt het super hard uit. Dus. En misschien mijn gordijnen eens opdoen. Dat kan ik ook doen. Dus dat ga ik doen. Zodat het hier een beetje warmer wordt. Dat ga ik een broodje klaarmaken. En ik goesting heb. Ik heb eens goesting om in al mijn reclamefolderkens te neuzen. Ja, zo lang geleden. Gewoon een chill voormiddag. Dus. Morgen kan ik de keuken hier een beetje opruimen. Want voor zo'n klein keuken is het redelijk rommelig. Dus dat ga ik doen. Zo guys, ik heb een beetje opgeruimd. Ik heb net een broodje in de oven gestoken, maar ik kan gewoon naar de apotheker gaan, want ik zou graag zo'n zakjes hebben tegen de muis en dat uitdroogt of zoiets. En blijkbaar kunnen we de apotheker krijgen. Hoe ziet mijn haar eruit? Ik zit niet goed. Ik heb een close-up van mijn haar nodig en ik heb blijkbaar maar één kous aan. Wat de hel. Ik ga even mijn haar fixen en kous gaan aan. Het is redelijk glad op de weg. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Het ging vandaag 3 graden worden. Dus ik had eigenlijk niet verwacht dat het nog ging vriezen. Oeh, ik zal maar zo'n wat zout op mijn oprit strooien. Voor de zekerheid. Oeh, het is echt wel een geletje op de weg. Oh jong, stel de vorige keer nog uitgelegen. Ik kom mijn benen niet meer. Oeh, wat is er? Ik ga op de weg, want hier is het gestrooid denk ik op de weg. Oh. Dus ja, gewoon naar de apotheek gaan voor die vergif. Ik heb nog 9 minuten. Dus dat ik eigenlijk mijn glas in mijn auto moeten laden. Want ik vergeet elke keer als ik kwijt ben, kan ik mijn glas niet rijden. Dus eigenlijk vooral moeten we dat vandaag ook nog doen. Wel, ik ga vanmiddag misschien gewoon nog bijbrengen. Dus let's go, let's go, let's go. Oeh. Ochtendwandeling, maar de week hebben we besloten om elke dag een liter was te drinken. Ik heb gisteren een video gemaakt en ik leek echt wel zwanger. Ik leek echt wel 6 maanden zwanger. Oh shit. Dat is een stukje bevroren, een stukje niet bevroren.
Tricky business. Guys, ik ben zo kwaad momenteel op Telenet. Ongelooflijk. Ik zou dat mens door de telefoon kunnen gesleurd hebben. Oh my god. Echt zo fucking onrespectloos gewoon. Ik snap dat niet goed. Die waren onder eigen god bezig. Die mensen die op Telenet werken. What the fuck? Echt, het was zo'n boertig, respectloos mens. Ik had er echt door de telefoon kunnen sleuren. Maar ik ga er een aparte video voor maken. Fuck Telenet, echt waar. Ik ben echt zo kwaad. Oh my god, dat verdient gewoon een video op zich. Echt, zulke mensen. Oh my god. Ik zou een reeks moeten maken dat that shit we don't like. Echt waar. We gaan doen shit talk video's, reeks. Je hebt Tinder horrors, je hebt storytime en je hebt let's talk shit about Telenet en andere dingen dat ik echt haat. Yes, dat is mijn nieuwe versie. Ik ga nu echt enkel storytimes doen, Tinder horrors en shit we don't like. Echt waar. Al die frustraties, oh, die moeten eruit. Echt, ik ben zo kwaad. Echt zo ontzettend kwaad. Dat is ongelooflijk. Oh, ik ga gewoon naar al die stappen, want ik moet wat meer bewegen, want mijn buik is, ik ben precies 10 maanden zwanger. Dus ik ga naar al die stappen. Dan moeten we ons schrift nog gaan halen bij de apotheker. Dan moeten we blijkbaar een nieuwe digirecorder gaan halen. Ik denk dat ik dat morgen ga doen, achter mijn gordijnen, morgenmiddag of zo. Dat ik die ga gaan halen. Oh my god. Fuck that bitch. Oh. En ik vind mijn zak niet om mee te pakken. Ah, het zal waarschijnlijk op de gang in de gang liggen. Kom, we gaan al onze kwaliteit eraf lopen. Godverdomme, trut. Hey guys, ik ben onderweg naar de Aldi. Ja, de Lidl. Het valt eigenlijk wel mee. Het ging wel naar 3 graden zijn. Het is wel 3 graden, maar het zonnetje schijnt ondertussen wel. En alles is gelukkig ontdooid. Dan gingen we glijden naar de Aldi. Oh, ik ben god kwaad, by the way. Oh, stop de trut. Dat is niet tegen u, guys. Dat is tegen de mensen van de Telenetwinkel. Dus. Let's go, let's go, let's go. Hey, guys. Ik ben terug op de terugweg. En ik weet niet of ik er juist al over heb gesproken, maar ik dacht daar juist van ja. Hoe kan ik geld sparen? En ik heb ze op YouTube zitten kijken, maar het zijn vooral Amerikaanse video's erover. Dus ja, dat werkt niet echt in België. Een totaal ander systeem zitten. We zitten niet met creditkaarten en goede credit hebben en bla bla bla. Oh. Mijn goede credit is gewoon niet onder nul gaan. Alhoewel, ja. Eigenlijk, ik dacht eraan zo van, allee. Ik kan dat niet. Ik heb dat ingesteld op mijn bankkaart, dat ik niet onder nul kan gaan. Maar ik weet van heel veel mensen dat die maandelijks onder nul gaan. Dat ik denk van, oeh. En je moet dat dan betalen. En dan extra bijvoorbeeld betalen, dat je onder nul bent geweest. Oh, dat moet toch stressvol zijn. Of zeg ik gewoon, iemand die schrik heeft van alles en nog wat. Denk ik echt, ik denk, ik verhonger nog liever. Of, hoe heb ik dat gedaan eigenlijk, voor mijn huis gespaard. Want ik moest eigenlijk op een heel korte, op 1 jaar tijd, moest ik rond de 10.000 euro sparen. En misschien moet ik dat eigenlijk eens vertellen hoe ik dat gedaan heb juist. Want uiteindelijk is eigenlijk redelijk chapeau van mijn eigen. Ik bedoel, je moet het toch maar doen. De cutback, het jaar geen nieuwe kleren kopen. Het jaar dat ik samen moest leven met mijn broer. Een totaal andere levensstijl heeft aan mij. Het jaar van op de grond slapen, een heel jaar lang. Wegens familiale problemen thuis. Oh my god. Dat was zo'n drama om mijn bed gewoon te installeren. In een slaapkamer waar ik woonde. Ik heb een jaar op de grond geslapen. Echt. Maar ik denk dat ik eens een aparte video ga vertellen. Hoe ik dat juist allemaal heb gedaan. Guys, ik heb mijn vergif. So excited. Dus ik ga doen ze in de garage uittesten. Guys, ik ga jullie gewoon laten zien wat ik gekocht heb. Ik heb een nieuwe mat gekocht voor van voren. Tadaa! Oei, wat ligt hier allemaal? Dat is allemaal reclame.
Dus ik heb er niet gemat. En dit is wat die andere. Allee, ik heb er een, maar ik kan je aan de achterdeur hangen. Maar deze is wat platter. Ik kan onder mijn deur schuiven, want anders blijft die steken aan mijn deur. Dus. En ik vond die wel cute. En het was €4,99, dus ik kan er niet mis voor gaan. Oh, er waren trouwens nog andere met leuke motieven. Nee, het is goed. Eentje is genoeg. We hebben maar één voordeur. Dan heb ik nog een mango gekocht. Handaham. En twee dozen havermout gekocht. Yay. Dus ja. Niet echt veel, maar het heeft wel duit gedaan, het wandelingske. Yes. Ik ga mijn zakjes muizen geven. Hoeveel wasmanden staan er? Ik was staan 3. Druk hier toch niet fris. Ik ga de zakjes leggen hier. Ik heb mijn vuilniszak. Zal ik het buiten of in mijn vuilniszak leggen? Want ik draag een af van onder, hè. Want is er een... Is deze nog dicht? Nee. Hier hebben ze ook al wel gezien. Oh, wat ik draag een af van onder. Dus. Ik ga er hierin leggen. En ik denk van achteren. Ik heb hier onderaan mijn vuilniszakje ingelegd. Een zakje. Ik heb nog niet op een keuze, want ik denk, misschien komen ze dan terug. En ik ga hierheen, bij die kleding aan het feest, veel in die zakken van die kleding gaan zitten. Voor ze kunnen in de plaatsen. Of hier aan mijn garage deur, een doekje. Ik moet op verschillende plaatsen doen, dus ik ga daar eentje leggen. Hopelijk hebben we veel succes. Ik moet dit 4 tot 4 dagen doen. Lucas op verschillende plaatsen leggen en diegene zakjes dat ze gebruikt hebben verwijderen. En niet in de plaats leggen. Dus. En die sterven binnen de 7 dagen. Dus oh, ik kan waarschijnlijk lijken vinden in mijn huis. Jee. Ah, mijn was is gedaan, dus ik ga deze ophangen. Dat is dat ook al gedaan. Oh, maar voor een rommelkot is dat hier? Dat is niet te doen. Maar ik ga eerst, ik moet 1 wasmand, die handdoeken moet ik wassen, denk ik. En 1 wasmand ga ik naar boven brengen, dit kan gewoon niet. Hey guys, amai, ik zit kapot. Ik heb terug buikspieren gedaan, want ik leek wel zwanger in mijn vorige video's. Echt, het was een beetje schaamtelijk. Dus ik heb 50 sit-ups gewoon van voren gedaan en dan 50 opzij en 50 opzij. En oh, tegen morgen is mijn buik stijf, maar... Het eigenlijk wel deugd dat ik weer iets doe aan mijn gezondheid. Dus, yay! En nu ga ik me beneden mijn was ophangen. Want ik dacht van, ik ga mijn douchen en terug naar beneden gaan. Maar eigenlijk, het is bijna 10 uur. Ik ga mijn was beneden ophangen. Ik ga mijn oplader gaan halen, mijn douchen en ga slapen. Ja, dat ga ik doen.